Nou, ons bedrijf is een echt gezinsplus bedrijf. We melken hier een 380 koeien op een 140 hectare landgebruik. De gemiddelde productie ligt op 10.500 liter. Ons gezin bestaat uit Gerke, mijn vrouw. We hebben twee dochters, Britt en Anouk. En verder in ons bedrijf zijn er meerdere mensen die actief zijn. Verder vinden we het ook belangrijk dat jonge mensen binnen ons bedrijf een kans krijgen om dingen te leren. We hebben de koeien in de wei, we doen aan verlengde weidegang. En we voeren de koeien op stal vers gras bij. Een van de laatste ontwikkelingen op ons bedrijf is de kalverweide. We zijn dit verder aan het uitbouwen tot een concept wat op ieder bedrijf toepasbaar is. De kalverweide is een buitenhuisvesting voor kalven op zand, omzoomd door een knip- of scheerhaag. En de kalven gaan er vanaf dag 3 of 4 in en verblijven daar 30 dagen. Vandaag zijn de mensen van de VKA op ons bedrijf uitgenodigd voor loeren bij de boeren voor het thema rendement. We hebben een rondgang over ons bedrijf gehad. De thema's die ik ze heb laten zien is fokkerij, ventilatie, voeding en de kalverwei. Nou, wat ik de bezoekers vooral wil meegeven is dat je een doelstelling moet hebben. Zowel voor je bedrijf, maar ook als je binnen de fokkerij wat wilt behalen. Wat ik de mensen ook wil meegeven is dat ze out of the box moeten kunnen denken of proberen te denken. Zoals wij ook out of the eenlingbox hebben gedacht. Maar wat op ons bedrijf op dit moment ook een thema is, is dat we willen gaan mestvergisten. Waarom ben ik lid van de VKA? Ik vind het een geweldig leuk en boeiend onderwerp. En ik denk dat de kringloopwijzer zo geleidelijk aan iets wordt wat eigenlijk de basis is om een goed inkomen te kunnen genereren. Nou, het loeren bij de boeren vind ik een geweldig goed initiatief. Ik heb ooit als iemand gehoord die zei boeren is loeren, dus dit zit precies in het verlengde daarvan. En het is natuurlijk geweldig om mensen uit je sector die bij een ander ook eens even in de keuken willen kijken of je bedrijf rond te mogen leiden.